Goedenavond allemaal. Ik word er altijd een beetje stil van als we zo met elkaar zingen en ik het orgel zo prachtig hoor spelen. Maar ik mag toch het openingswoord doen. Hartelijk welkom in deze prachtige bovenkerk te Kampen voor ons benefietconcert voor Malawi. Wat een prachtig begin en ik denk dat dat heel veel goeds belooft voor de rest van de avond. We hebben ook een primeur, kan ik wel stellen, want het is het eerste concert sinds tijden en het staat nog in de stijgers. Iemand grapte net bij de ingang die langs mij liep van ik hoef toch geen helm op, maar ik verzeker u, dit zit allemaal helemaal veilig. We vervolgen het programmaboek, u heeft die allemaal gekregen bij de ingang. Na punt 6 is er een pauze en u had bij de ingang consumptiebonnen kunnen kopen. Mocht u die toch nog willen kopen, hebben we ook aan mijn rechterhand, ik zal hem even bij mijn mond houden, aan mijn rechterhand bij de keuken eventueel ook nog een tafeltje waar u consumptiebonnen kunt kopen. Zoals u weet is dit een benefietconcert. Het is voor Malawi. Wij willen daar wat aandacht aan schenken bij het dankwoord, waarna we met elkaar afsluiten met een gezamenlijk nummer. Voor nu wil ik u vooral heel erg veel genieten wensen. Het is toch fijn dat we weer bij elkaar mogen zijn. Corona lijkt allemaal alweer lang geleden, gelukkig. En ik hoop ook dat dit tot eer ook mag zijn van onze God. Ik wil een heel mooi concert wensen.
Goedenavond, dames en heren. Wij zijn zo vrij geweest om een extra punt toe te voegen aan het programma. Dus we gaan nog een mooie melodie voor jullie spelen. Gecomponeerd door William Gomez. En dat spelen wij op vleugel en panfluit.
Dat was mooi, hè? Ik moet eerlijk zeggen, soms denk ik, dit is het maximale. En dan worden we nog verder omver geblazen. Het is nu pauze, even een praktisch punt. Het duurt ongeveer 20 minuten. Als Mark straks inzet op het orgel, is het de bedoeling dat u weer terugkeert naar uw zitplaatsen. En geniet van de pauze. U kunt daar koffie halen. Neem ook gerust een kijkje bij onze informatiestand. En tot straks na de pauze.
Ja, dames en heren, dit is altijd het minst leuke gedeelte, want nu is het bijna voorbij. Ik hoop dat u genoten heeft. En ik denk dat het zeker op zijn plaats is dat we de artiesten hartelijk gaan bedanken, want zonder jullie was het angstig stil geweest in deze kerk. En wat was het mooi. Af en toe dacht ik, zelfs ik krijg bijna ademnood, maar het is allemaal goed gekomen. In de eerste plaats, Carina, richt ik me even tot jou. En ik moet even aan publiek ook een excuus maken, want we hebben jouw naam niet overal goed vermeld. Want je bent inmiddels gelukkig getrouwd met Johan. En excuus. Ik hou hem zo, dan horen jullie volgens mij beter. Ik vind het waanzinnig. Ik weet niet hoe je het doet, maar het is echt ongelooflijk knap. En we danken je van harte voor je bijdrage aan dit benefietconcert. En een applaus is zeker op zijn plaats. Ik denk dat de extra toevoeging van Carina ook een hele mooie cadeautje voor ons was op het programma. En dan wil ik me ook richten tot de mannen van de Urkermansformatie. Ongelooflijk mooi. En ik heb ook in de pauze van jullie vernomen dat jullie er echt heel erg van genoten hebben. Dus jullie gaan ervoor staan. Nou, dan mogen jullie buigen en dan geven jullie een heel hartelijk applaus. Dank voor jullie bijdrage. En waar zouden we zijn zonder de bezielende leiding van de one and only Martin? Hartelijk dank voor je bijdrage aan dit benefietconcert. Nanny gaat nog wat vertellen over het project van Malawi, zei je? Oh, sorry. Oh ja, wat erg. Mark. Schaamte, schaamte. Is dit nog goed te maken? Oh, daar is die. Mark kent mij gelukkig, dus hopelijk wilt u mij dit vergeven. Maar hartelijk dank. En we mogen zo nog even genieten van jouw prachtige orgelspel. En we gaan met een prachtig nummer ook de kerk uit. Nog een heel klein punt van orde. De kosten vroeg of ik wilde vragen als jullie nog koffiebekertjes hadden en de programmaboekjes mee willen nemen bij de uitgang op de tafel leggen. Dan geef ik nu het woord aan Annie. Ik hoop dat ik nu echt iedereen heb gehad. En de rest mij ook om u te bedanken voor uw komst. Er is al het een en het ander gezegd, maar deze avond was natuurlijk voor het doel, het werk wat wij in Malawi doen. We gaan zo meteen nog een samenzang met z'n allen zingen. En daar gaan we zeker nog van genieten. Maar daarvoor wil ik eventjes kort iets zeggen over waarvoor we dit allemaal georganiseerd hebben. We willen zo meteen tijdens de voorzang van het laatste lied ook een collecte doen. En de collecte zal dan bestemd zijn voor het werk. Wij zijn ongeveer vanaf 2010 zetten wij ons in voor het werk in Malawi. Wij horen bij opdrachten in Afrika, die ze vestigen in huizen. Wij ondersteunen het werk vooral op praktisch gebied. De stichting doet vooral het evangelisatiewerk en wij doen vooral het praktische, zoals kerken bouwen, irrigatie, moeder-kindkliniek, stroomvoorzieningen regelen, voedsel regelen. Wij zijn dus een beetje om het jaar naartoe gegaan. Nu door corona is dat wat minder. En hopen we aanstaande zomer wel weer met een groep te vertrekken om ons werk daar ook zelf uit te voeren. Dat is ook een beetje onze visie, samen sterk. We willen het echt samen met de bevolking doen. Hun starten vaak een project op, komen wij een paar weken helpen. En hun maken het project ook weer af. En ja, dat komt door toch wel goede contacten en veel samenwerking met elkaar, dat we het dus samen sterk met elkaar mogen uitvoeren. En wij hopen dat jullie daar nog een financiële bijdrage voor hebben. Dus wij willen tijdens de voorzang komen we bij u langs en hopen we nog op een mooie opbrengst. En ik wil jullie nog hartelijk danken, een hele goede reis straks toewensen en nog even genieten van het laatste nummer. Dank u wel.